Ja, de spelersbus is gearriveerd. De belangrijke wedstrijd tegen Sparta en Rotterdam speelt vandaag op het programma. De spelers komen langs in de bus uit en we gaan eens metmaken wat het allemaal gaat worden vandaag. Hey, de Stacey met een heel schoon cadeau, hè? Ja. En voor wie is dat dan? Mika Pinto. Is dat de beste voetballer die er is? Nee, dat wil niet. Maar waarom hebben ze dan zo'n shows gemaakt voor Mika? Dat hij ik hem heel leuk vindt. Ja, we staan in het supportersroom samen met Roy en Connie. Je hebt ons benaderd. Je bent bezig met een inzamelactie voor Aiden. Leg eens even uit wat je allemaal aan het doen bent. Nou, ik zal eerst even het verhaal vertellen. Aiden is een jongske van 9 jaar. Die is gediagnosticeerd al 4 jaar met de ziekte van Duchenne. Die is progressief. Op het moment kan er niet meer lopen, is rolstoelgebonden. Ouders kregen helaas geen vergoeding voor een rolstoelbus. Dus verzin eigenlijk veilingen in het houten, inzamelingen in het houten. Zodat de ouders een rolstoelbus voor Aiden kunnen kopen. Zodat er ook een Fortuna kan komen kijken. Ja, en eigenlijk een heel mooi verhaal met een hele trieste aanleiding. Laat we hopen dat je nog vuil van die zo'n dinger hier het shirt van Boerak inmiddels geboden €250 gaat worden. Ja, €250 staat de bot nu, hè. Mooi bedrag, maar dat kent omhoog, jongens. Dus doe allemaal uw best. Ja, Henk, verkennen weer eens gaan kijken. Sparta toe, wat denk ze? Nou, ik denk dat we toch een overwinning maken. Ik zat dus zo 2-1, 3-1. En dan gaan we naar het links, en dan gaan we naar het linkse rekenen. Ja, daar hebben we de mosselman, jong. Fijn dat ze weer hier bent. Ja, fijn, hè. Ja, joh, we moeten komen, hè. De club moet gesteund worden, hè. En we daar 3 punten, hè. Weet ze zeker? Ja, ik weet zeker. We staan sterk, we voetballen goed, dus dat kun je gewoon doen. En dan horen we dich weer. Who are you? Ja, zeker. Dat doen we er weer bij, hè. Dat moet er bij, hè. Het publiek moet opgesfeerd worden, het stadion lekker vol, hè. Ja, in de rij voor de Rikse tribune, denk ik. Zeker, ja. Altijd Rikse? Ja, zeker, met de seizoenskaart. Super, dat heel veel ger. Vandaag Sparta, wat denk je ervan? Ik denk dat ze wel goed gaan spelen. Maar ik ga geen voorspelling doen. Er is geen voorspelling door, maar zo is ze content met zijn. 1 punt, 3 punten. Ja, 3 punten gewoon vervuren. Rodrigo, 0-0 voor de defender must be a good result. We're happy that we didn't concede, but I think this 1 point was not enough. We deserve to win. We tried with everything, and I think we need to look forward to the next game and take out the 3 points. Yeah, second half you also went forward into the attack, and there came a few chances, and yeah, you with a little more luck. You would have been scoring a goal. Yeah, like I said, we tried everything to win. We wanted the 3 points.
As I said, it's good that we didn't concede, but we need to think about scoring and of course always try to bring the win home. Yeah, there's a lot of tracking and tracing. You wear a GPS tracker. Do you know how many kilometers you make in a game? Normally between 10, more or less, sometimes more, sometimes less, but today I don't have idea yet. 10 kilometers in? Sometimes, yes, sometimes more, sometimes less, depends in the game, as I said. But I think this is not important thing now. We need to think about the winning, about the points, and that's it. Am Anfang gleich dabei als Mittelfeldspieler, aber nur 45 Minuten gespielt. Was war los? Ja, ich denke, das war eine taktische Entscheidung vom Trainer. Ich habe mich in der ersten Halbzeit eigentlich gut gefühlt. Ich denke, ich habe auch gute Aktionen gehabt. Aber ja, es war die Entscheidung vom Trainer und die muss man dann auch akzeptieren. Und ja, wir haben auch andere gute Spieler in der Mannschaft. So, dann muss man das einfach akzeptieren. Aber wie gefällt es bis jetzt, bis hier? Ich glaube, diese Mannschaft ist sehr stark. Ja, glaube ich auch. Vor allem ja, zu Beginn der Saison, wie wir angefangen haben, denke ich, war es sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, ja, mit der Zeit haben wir uns als Mannschaft gefunden und ja, wir arbeiten einfach gut zusammen und aktuell läuft es wirklich ganz gut. Ja, und das strahlt auch ab nach den Zuschauern und so, die Fans, die machen auch gut mit. Ja, ja, klar, definitiv. Trotzdem glaube ich, dass wir heute die Chance hatten, auch zu gewinnen. Ja, vor allem zweite Halbzeit, nicht? Ja, ja, definitiv. Nach der zweiten Halbzeit, glaube ich, muss das Spiel eigentlich an uns gehen. Aber so ist halt ein Unentschieden. Einen Punkt nehmen wir natürlich auch mit, aber drei Punkte wären natürlich besser gewesen. Ja, dan de wedstrijd. Ruud de Tweede, best uit hier op het podium geweest. 0-0 tegen Sparta, de beste een echte Fortuna-fan hebben vereerd. Wat vind je van het resultaat? Ja, ik vind het toch een beetje jammer. Ik had er toch meer van verwacht. We verdienden een overwinning. Dus het is een gelijkspel wat een beetje vult als een verlies. Ik had van tevoren eigenlijk aan één punt gedacht. Dat is prima. Maar na de wedstrijd gezien te hebben, vrij je echt drie punten verdienen. Oké, okay. Ja, we kennen een beetje met de grens in. Beste stadspelers, beste Fortunees. Wie combineert ze dan? Ja, dat kan ik goed combineren. Ik heb aan de Marotte doorgegeven wie neer Fortuna speelt, dus ik kan gewoon komen. Nog een hele schone avond, volgende week nog eens ooit en tot de volgende keer.